Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door... Maasduinen Centraal. Welkom bij de tweede aflevering van Maasduinen Centraal Sportcafé. We hebben weer een tafel met, ik durf bijna te zeggen, leuke mensen. Als allesduider hebben we dit keer burgemeester Hans Teunissen van de gemeente Gennep bereid gevonden. Welkom, tot u te gast wilt zijn. De bedoeling van de allesduider is dat hij eigenlijk nergens iets van af hoeft te weten. Dus, okay. Dus ik weet niet of je daarop uitgenodigd bent. Het zal wel moeilijk aanpassen. Verder hebben we vanuit de sportverenigingen hier te gast namens Regia Patrick van Pinksteren. Welkom. De kleinste voetbalvereniging in ons verzorgingsgebied. Ja. Nog volledig zelfstandig. Hè? Ja. Daar gaan we het dadelijk uitgebreid over hebben. Hoe het is om je kop boven het maaiveld te houden. En de derde gast hier aangeschoven van een van de grootste verenigingen uit de regio. Van de VGB. Nee, VBG. VBG, ik moet goed zeggen. Van de visvereniging uit Gennep. Ja. Harry Bakker, penningmeester. Ja. Welkom. Secretaris. Oh, het is een dubbelfunctie? Dat leg ik zo meteen wel even. Dat behoeft misschien wel wat duidelijker. Ja. Even bij Harry beginnen. Jullie hebben onlangs jullie 100-jarig bestaan gevierd. Ja, het is een flinke vereniging. Hè? Ja, het is een flinke vereniging. Waar zal ik beginnen? Die herkomst is, dat is natuurlijk heel lang geleden. Eigenlijk bestonden er 2 of 3 verenigingen in de Gennep en omstreken. En die zijn in de loop der tijd bij elkaar gekomen. En hoe kom ik daar nou zo terecht bij die vereniging? Want je zegt van die 100 jaar, dat is... Ja, het lijkt wel of dat vandaag op gisteren is. Maar er zijn ook wel de nodige hobbels geweest. En de laatste tijd zijn we heel erg bezig om een vast bestand aan leden te creëren, zodat we in ieder geval de body hebben om ook in de toekomst verder te kunnen gaan. We kijken niet alleen maar naar het afgelopen jaar, wat kunnen we daadwerkelijk doen voor onze vissers, maar we hebben ook een middellange termijn visie. Wat doen we over 5 jaar? En wat kunnen we doen over 10 jaar om onze vissers vast te houden en ze eventueel een andere discipline te kunnen aanbieden? Dus we hebben zeg maar de laatste 8, 9 jaar behoorlijk wat ontwikkelingen doorgemaakt. Zowel in bestuur, overgaand van het oude bestuur, waar op een gegeven moment toch wel wat trammelant, dat er toch wel wat te doen was. En dat het op een gegeven moment wel heel lastig was. Dus met andere woorden, die 100 jaar, dat is niet voor niks een echte mijlpaal. Want daar hebben we hard voor gewerkt om in ieder geval die laatste 10 jaar... weer het hoofd boven water kunnen houden, letterlijk en figuurlijk. Dat is in de viswereld wel handig. Maar ook de neuzen dezelfde kant op en het bestuur uitgebreid van 2 mensen dagelijks bestuur, voorzitter en ik dan als penningmeester secretaris en 5 bestuursleden. En wij zien eigenlijk de toekomst met vertrouwen tegemoet. Heb je iets met vis, Hans? Vroeger wel, had ik een aquarium op het jaar. Toen ik nog in Venray woonde, hadden we achter in de tuin een mooie vijver. Ja. En met mooie vissen. En ik vond dat fantastisch, omdat dat een heel rustgevend effect had. Ja. Patrick, kun jij je nog herinneren, Den Aaswater in Wellerlooi, de oude visvijver? Ja, of is dat echt voor jouw tijd? Echt mijn tijd? Ik weet waar die ligt, maar dat visvijver was dat. Ja. Het wordt nog steeds zo genoemd. Ja. Het wordt daar niet zo gebruikt. Het is niet meer in gebruik, nee. Want Harry, de vissport,
is nog steeds stijgende. Hè? Nou, het is de populariteit. Ja, dat niet alleen, maar ook door corona heeft dat een gigantische boost gekregen. Omdat je me uitgenodigd hebt. En ik denk, ik zal me daar toch een beetje in verdiepen. Het is een beetje van 1,5 miljoen, 2,5 miljoen mensen die zich bezighouden met hengelsport. En die af en toe eens een keer vissen. Ofwel op uitnodiging, ofwel naar zo'n forellenvijver gaan. Of zoals wij dat doen op de Maas. Paasplas, noem maar op. Dus, want jullie beheren ook de viswateren binnen de gemeente. Nou, wij houden in ieder geval onze visstekker toegankelijk. Dat is eigenlijk die korte termijn. Hè? Dus hoe kun je ervoor zorgen dat jouw vissers op een prettige manier of een makkelijke manier bij die waterkant kunnen komen. Dus we houden die visstekker vrij. We hebben onlangs ook afspraken gemaakt, onder andere met Staatsbosbeheer, om te zeggen van, nou, we maaien het niet meer helemaal als een biljartlaken, maar slechts een klein plaatje naar de waterkant, zodat je mooi met je stoel, viskist of wat dan ook kunt gaan zitten en lekker hengelen. Ja, want een grote vereniging binnen de gemeente, hoe is dat? Want ergens zijn er raakvlakken, ergens zijn er, ze moeten u aanvullen op het gebied van handhaving bijvoorbeeld, ja. Maar u moet ook weer handhaven op de vereniging. Dan. Zeker, kijk, we hebben elkaar nodig en het mooie van de visvereniging vind ik dat, zo prachtig bij het DNA van Gennepas, hè? We liggen aan de Maas, dus daarmee, en aan de Niers, dus daarmee is het accent van Gennep visrijk gebied, zeg maar, of een waterrijk gebied, ja. Wordt door zo'n grote vereniging nog eens een keer goed geaccentueerd. En we hebben prachtig viswater. En dat in een zeer natuurrijke omgeving. En dat, dat past perfect eigenlijk bij Gennep. Ja. En het is nu de kunst om te zorgen dat dat met zoveel vissers ook echt mooi groen blijft. En dat het ook echt aantrekkelijk blijft om daar en te vissen en te recreëren. Ja, want het is natuurlijk ergens een waagschaal tussen verenigingsleven en het... Dat is ook zo. En die bijna 6000 vissers, hè. Daar moet ik even nuance in aanbrengen, dat... Ongeveer 3.500 buitenlandse vissers. Het is niet alleen maar Duitsland. En ongeveer 2.500 Nederlandse leden die we hebben. Maar die vissen niet alleen maar in het gebied rond Gennep. Vooral die Duitse leden die nemen als het ware de eerste visvereniging net over de grens. En dan hebben wij ook nog het geluk dat... Dat er een hengelsportzaak in Gennep onlangs is gestart. Terwijl er net aan de andere kant van de grens in Goch een hengelsportwinkel is opgehouden. Dus de verkoop van die vergunningen die is 1-op-1 overgegaan van de Duitse, Duits verkooppunt naar het Nederlandse verkooppunt. En dat is eigenlijk op 1-op-1 overgegaan. En ja, misschien als flauw grapje, maar mijn Duits is de laatste tijd aardiger op fruit gegaan. En die Duitse euro's zijn ook welkom voor de vereniging. Nou, wat ik je net zei, hè, want wij proberen die waterkanten vrij te maken, zorgen dat mensen kunt vissen. Maar ook de rotzooi opruimen, want ja, er is natuurlijk wel eens een keer een opmerking van, ja, wat ligt er veel troep. Maar elke maandagochtend besteden we met 3 man 4 uur, dus 12 uur per week, worden besteed aan het opruimen van de rotzooi. Ja. Naast dat Sportvisserij Nederland natuurlijk ook nog wat ondersteunende maatregelen heeft, zogenaamd vang 5. Dus als je gaat vissen neem je niet alleen maar je eigen rommel mee, maar dan neem je ook de spullen die erom ligt en dan tenminste 5... stukjes afval wat er ligt, dat neem je mee naar huis. Ook nog 5 extra vissen. Ja, dat zou ook kunnen. Ja, goed. Voor mezelf is dat geen optie, want alles wat ik vang, dat laat ik weer lekker zwemmen. Zo steek ik het een beetje in elkaar. Ja. En nog even over dat afval. Wellicht heb je laatst onlangs een fotootje gezien in een andere plaatselijke mooie krant. En we hadden een aanhanger helemaal vol met vuil. En
De gemeente Gerp die werkt daar gigantisch in mee. Want wij mogen dat vuil gratis storten. We hebben zogenaamde vrijbrieven. Aan de andere kant krijgen we ook een kleine vergoeding van jullie. Dus wat dat betreft is dat slaan wij de handen op dat punt goed ineen. Nou, dus, Gennep, vissen. Maar Gennep ook afgelopen maand fietsen. Zeker. Dat is toch wel het ding waar de gemeente de afgelopen jaren flink op in heeft gezet. Op het dameswielrennen. Is dat een bewuste keuze geweest, het dameswielrennen? Nee, niet zozeer op het wielrennen aan zich. Heeft Gennep jaren terug wel bewust ingezet. En op het recreatief fietsen. En dat komt omdat we natuurlijk een fantastische omgeving hebben hier aan deze kant van de Maas. Van Maasduinen tot en met de Mokerheiden. En Gennep als via de Sint-Jansberg, zeg maar, de entree naar het Rijk van Nijmegen. We hebben een mooi fietsgebied, maar daar past ook bij dat wij evenementen willen organiseren rondom fietsen. En een jaar of 10 geleden kwam de organisatie van de toenmalige Ladies Tour, en die heette volgens mij toen Boels Ladies Tour, kwam doordat er een etappeplaats werd weggevallen, kwamen wij daarmee in contact of wij geen interesse hadden om dat te organiseren. En dat is nu al voor de 10e keer dat wij een etappeplaats zijn in de CIMAC Ladies Tour. En dit jaar waren jullie ook nog de aftrap, hè? Dus met een tijdrit. Ja, de tijdrit proloog was dit jaar in Gennep. En dat was een fantastische happening. Dit jaar, laat in het jaar, in verband met de Olympische Spelen. Daardoor was het hele wielerprogramma een paar weken opgeschoven. Vandaar dat we nu op 7 oktober zaten. Ja. En het was nog wel even spannend van wat doet het weer. Maar het weer was fantastisch. En we hebben prachtige beelden op televisie gezien. Dus, en de toppers waren er weer. Hè? De wereldtop van het vrouwenwielrennen stond in Gennep op het startpodium. Heb je dat nodig als Gennep zijnde voor de branding? Ik denk dat het heel gunstig uitpakt voor Gennep. Hè. We betaalden er best wel een aanzienlijk bedrag voor. Maar als je dat omrekent in televisieminuten, dan denk ik dat dat een goede PR is. En nogmaals, het is bewust gedaan in het kader van Gennep Fietsgemeente. In de hoop dat je met zo'n evenement, met zoveel PR en zendtijd, dat het ook mensen aantrekt om eens een keer in onze prachtige omgeving te komen fietsen. Het is wel leuk dat hij dat zo mooi verpakt. Want bij de vorige spreker was het Gennepvisgemeente aan het water. En dus u kunt er wel al gauw het mooi verpakken. Ja, maar de rode draad, of eigenlijk de groene draad door die beide verhalen, is dat wij een prachtig landschap hebben. Een zeer divers landschap hebben. Van mooie groene fietsomgeving. En prachtig blauw van het water. En die combinatie op deze postzegel. En dan bedoel ik deze postzegel niet alleen de gemeente Gennep. Maar eigenlijk vanaf de gemeente Bergen. De hele Maasduinengebied tot aan Mokerheide. Ja. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Om te recreëren. Vrije tijdseconomie. Te fietsen. Te wandelen. Het Pieterpad komt niet voor niks door onze gemeentes. Dus dat is gewoon fantastisch. En ik heb al groen, ik heb al blauw gehoord. Oranje nog niet. Dan gaan we eens even naar Patrick. Ja. Patrick, Resia. Ja. Rooms en sportief in alles. Hè? Ja. Zo is het ooit begonnen. Is het niet meer zo dan? Ja, zeker nog sportief. De kernwaarde. Maar het is niet dat ons leer iedere zondag in de kerk zit. Dat zeker niet. Nee. Maar we zijn nog steeds een zelfstandige vereniging, zoals je in het begin al aangaf. En daar hopen we nog wel een aantal jaar te blijven. En het ziet er nou nog uit dat het ook gewoon zo kan blijven. We praten over wel een looi. Hè? Ja. We praten over 1500 inwoners, 1400 en een beetje. Ja, dus, een klein dorp, dus het maakt dus wel een uitdaging. Maar, dat wou ik eens vragen, want waar ligt dan die grootste uitdaging? Ik denk tweeledig. Ik denk vooral in het vinden van de juiste leden, zeg maar. Dan zie je het vooral ook in de jeugd, zeg maar. Je ziet dat ook op basisscholen. Over het algemeen de laatste jaren de jeugd minder is geworden. Het aantal leerlingen, het aantal
aantal jeugdigen. Dus ja, om daar dan de jeugdelftal toch bij elkaar te houden, dat maakt het toch wel een uitdaging. En ja, dan zie je ook dat je gewoon, als je met grotere elftal moet spelen, dus in de bovenbouw, laat ik het zo zeggen, ja, dan moet je toch met samenwerking gaan zoeken. Mm-hmm. En dus dan komen wij in ons geval bij United uit, bij Wansum. Ja. Geografisch gezien is dat ja, toch de beste oplossing gebleken. En ja, dan heb je toch meer body, zeg maar, om die jeugdopleiding voor te zetten. En tot aan de senioren voetbal te kunnen bieden, zeg maar. Dus ja, want jullie hebben nog steeds 3 elftallen. Die in de competitie spelen. Ja. Die zijn wel een stapje omlaag gegaan. Ja, ja, we hebben even aan de handrem getrokken. Ja, we hadden gehoopt dat we dit jaar ook weer gewoon in de A-categorie konden blijven voetballen. Ja, ja, daar hadden we wel wat bepalende spelers voor nodig in het eerste. Die uiteindelijk hebben gezegd van ja, nou ja, voor ons, ik vind het eigenlijk wel mooi geweest en ik wil eigenlijk een stapje terug doen. Mm-hmm. Dus ja, dan moet je gaan zoeken en dan moet je hopen dat er de juiste mensen opstaan om toch in de A-categorie te blijven voetballen in de vijfde klasse. En ja, als je dan ziet het vorige seizoen, dat we dan onderaan eindigen en heel vaak het kwartje net de verkeerde kant op viel in de wedstrijden. En dan net, ja, toch wel positief blijven binnen het team, maar als je dan toch geen of zo weinig punten pakt, ja, dan wordt het heel moeilijk om zo'n heel elftal weer bij elkaar te krijgen, te motiveren om in die vijfde klasse weer van vooraf aan te beginnen en toch die punten te pakken. Ja. Dus uiteindelijk is ook gebleken dat die jongens hadden van ja, we denken niet dat dit de oplossing is, zeg maar. Dus ja, dan hebben ze een voorstel gedaan. Ja, wat willen we dan? Dan gaan we toch recreatief voetballen. En dat, ik heb ook al gezegd, dat is niet het einde van de wereld. Daar is geen man overboord. Je ziet het in de omgeving, is het vaker gebeurd. Bijvoorbeeld ja. Blitzwijk, Amerika, die hebben recreatief gespeeld. En er is altijd een weg terug. Ja, het kost nou wel even een duit geld voor de vereniging. Dat is helaas jammer, maar zo werkt de KNVB. Maar ja, nu kunnen we wel, en dat zie je ook, de spelvreugde komt terug. Er wordt weer gewonnen. De groep wordt weer wat hechter. En gaat ook weer gewoon met plezier voetballen, zeg maar. En dat mis je gewoon als je onderaan bungelt en... Mm-hmm. En met veel pijn en moeite alle wedstrijden kunnen spelen. En ik kan ook wel zeggen dat je kunt wel opgaan in een fusie. En dat wil niet meteen zeggen dat je dan wedstrijden gaat winnen. En MSA Maasduinen volgen we natuurlijk ook als sponsor, als Maasduinen Centraal als sponsor. Begonnen voortvarend met de eerste wedstrijd die ze glansrijk wisten te winnen. Maar daarna... Zijn er eigenlijk geen. Hebben ze heel veel punten laten liggen. En we hebben de trainer Marvin gesproken hoe het nu zit. Maasduinen Sport Update. Het wil me niet lukken. Maar ik moet zeggen, je zult uiteindelijk gewoon moeten kijken naar de positieve punten. Positief wil zeggen, je hebt de 0 gehouden. De wedstrijd ging wel gelijk op, hè? Ja, eerste helft hadden wij de betere kansen. Tweede helft geef je niet veel weg, maar je creëert ook niet veel. Al met al, ik ben niet ontevreden, maar uiteindelijk kom ik hier voor 3 punten. Dat vind ik het meest jammer. Had het wel alles in zich wat een derby nodig heeft? Ik vond het een beetje tammetjes voor een echte derby. Dus het had wat meer vuur in gemogen? Ja, eigenlijk wel. Meer vuur ook in aanvallend opzicht. Op zich verdedigen we allebei wel goed. Zij goed, wij goed. Goed in de organisatie. Alleen aanvallend mogen we af en toe net wat meer... risico nemen. Het feit dat je hier op kunstgras spelen, is dat voordeel, nadeel? Nee, ik denk als je daarmee bezig moet zijn, nogmaals kun je thuis blijven. Het is een gegeven, daar moet je mee dealen, punt. Heb je wat met voetbal? Zeker. Ja, ik kijk als het even kan, kijk ik gewoon alles wat op sportgebied op televisie is. Puur ter ontspanning en dat is ook voetbal. Maar heb je ook als in het Gennepse hebben we natuurlijk Vitesse, Agathis, Milsbeek en Heijen. Mm-hmm. Dat volg ik allemaal. Ook eens af en toe langs de lijn? Dat niet. Te weinig, maar dat komt gewoon omdat ik andere dingen ook moet doen. Dus
fysiek naar wedstrijden gaan, dat doe ik eigenlijk te weinig. En ik neem ieder jaar voor om dat toch wel weer bij de seizoenstart toch weer te doen. Maar ja, dat is en blijft lastig. Patrick, even terug naar jou. Resia, kleine club, een hechte club. Het is eigenlijk bijna meer een vriendschapsclub volgens mij. Ja. Want er zitten ook veel familienamen aan verbonden. Om zo Loijse familienamen aan verbonden. Vrijwilligers, hoe is het daarmee? Hoe krijgen jullie het gedraaid? We krijgen het wel gedraaid, maar ja, het is ook weer ieder jaar ook toch weer zoeken, zeg maar, vindt de juiste mensen om daar die club te ondersteunen. Zeg maar. Want je merkt ook gewoon in de huidige tijd, zeg maar, dat heel veel leden, en dat is niet alleen bij Resia, maar dat is bij heel veel verenigingen, die beginnen zich steeds meer te gedragen als klanten, zeg maar. Dus ik betaal een abonnement, ik wil daarvoor 2 keer in de week trainen en een wedstrijd voetballen, bij de grote clubs bijvoorbeeld. Of ik wil zoveel keer per week kunnen padellen, ik noem maar iets. En dat moet gewoon, dat moet de club moet dat je moet gespreid zijn voor ons. En die mindset proberen we ook binnen de club toch wel een beetje om te draaien, zeg maar, van ja, het kan wel allemaal geregeld worden, maar je moet er zelf ook aan bijdragen. Het is niet dat je om 8 uur aan kunt komen lopen en er staat de training klaar en alles, dat gaat dan niet vanzelf. Nee. Dus het vinden van vrijwilligers is daar wel lastig in. We hebben bijvoorbeeld nu dit seizoen, omdat we de samenwerking in de jeugd opgegeven met EWC. Dus we hebben dit seizoen hebben we onze eigen jeugdopleiding opnieuw op moeten zetten. Ja, dan moet je dus voor 3 jeugdelftallen, moet je daar de trainers voor vinden, de leiders voor vinden. En ja, dat is toch wel mooi om te zien als je dan in zo'n klein dorp, dan vis je al heel vaak. Om het over vis te hebben in dezelfde vijver. Ja. En dan om dan toch die mensen te vinden, zeg maar, ook weer nieuwe mensen die dan zichzelf toch weer een paar uur in de week in willen zetten om de jeugd te trainen en spelvreugde bij te brengen. Ja, dat is toch wel mooi om te zien. Maar dan is het ook wel des te zuurder misschien wel als er een vrijwilliger wegvalt. Ja. Ondanks is Lijf en Rens. Eigenlijk een icoon, 74 jaar vrijwilliger geweest. Hè? Ja, 74 jaar betrokken bij de club geweest. Was de spil tussen de KNVB en de club heel lang. Ja, scheidsrechter. Ja. Iedereen heeft hem en heeft ook altijd. Maakte niet uit als je bij Resia kwam, Leij was er altijd. Ja, alle uit- en thuiswedstrijden was hij altijd bij. Dus, altijd. En dat, Tot bijna zijn laatste dagen is hij eigenlijk gewoon actief nog geweest voor de club. Ja. Zelfs als scheidsrechter bij de wandelvoetballers die we ook hebben. Ja. En hij was gewoon graag betrokken bij de club. Heeft ook lang bij het bestuur gezeten. Is ook erelid. Ja. Dus ja, als dan zo iemand wegvalt, dan wil je wel als club gewoon nog even fatsoenlijk afscheid nemen. Dus we zijn afgelopen maandag ook met heel veel mannen bij de avondwaken geweest. Ja. Om toch even ook richting de familie ook de waardering uit te stralen, zeg maar. Ja, dat zijn de oervrijwilligers die je bijna niet meer kunt vinden. Nee. Ja. Als je al vrijwilligers vindt, inderdaad, dan is het lastig om ze heel lang aan de club te binden. Dat blijkt steeds moeilijker, inderdaad. En zo zie je ook bijvoorbeeld bij EWC, als daar niet genoeg leden, zeg maar, vanuit de club zich geroepen voelen om in het bestuur te stappen en die kaart te gaan trekken, dan krijg je dat als vereniging heel moeilijk. En dan wel niet noodgedwongen, moet er dan toch naar een fusie gezocht worden en aansluiting bij MSH. Ja. En dat proberen we natuurlijk zelf te voorkomen en dat heeft EWC ook met man en macht geprobeerd. Maar je ziet, als dat niet vanuit de leden zelf komt, wordt dat gewoon heel lastig verhaal. Hoe is het bij jullie, Harry, met de vrijwilligers? Ken je dat klantengedrag, kennen we ook wel. Natuurlijk is vissen veel. Ja, dat doe je meer voor jezelf. Individueel. Dus met andere woorden, er is wat minder groepsgevoel. Maar aan de andere kant, we hebben ook een aantal van die vrijwilligers die van oudsher oervrijwilligers zijn. De oervrijwilligers. Maar nu, omdat we wat groter zijn geworden en het gebied is eigenlijk best wel groot. En wat ik net zei over dat opruimen, dan doe je dat met 3 man. Maar ja, er is meer te doen. Dus we hebben er een stuk of 5, 6. Die krijgen van ons ook een vergoeding. Maar dat kan ook, omdat we financiële positie, een bepaalde omvang hebben. Maar we hebben
Dit is Sportcafé. Hè. We hebben afgelopen 7 oktober hebben we zogenaamd Viscafé gehad. Dat is een overleg met alle visverenigingen uit de omgeving. En daar hebben we een beetje onze gezamenlijke problematiek besproken. Onder andere ook van hoe kom je nou aan vrijwilligers en wat moet je nou doen om vrijwilligers je ook een beetje aan je te binden. En daar zijn we wel heel erg mee bezig. Maar ik zeg, we hebben een beetje een luxe positie, omdat ik me geen, als penningmeester geen zorgen hoef te maken over onze financiële middelen. Ja. Dus, met 6000 leden, ik kan me dus goed dat voorstellen. Is, ja. Maar wat, hoe is dat voor een gemeente en vrijwilligers? Want het wordt vaak gezegd dat de hoeksteen is van de samenleving. Het is de kerk waar de samenleving op drijft, hè, vrijwilligers. Ja. Dat, wat doet de gemeente daar? Kijk, wij kunnen natuurlijk alleen maar stimuleren en het promoten. Maar de verenigingen zelf, kijk, ik kom natuurlijk zelf ook uit een familie waar verenigingsleven gewoon ons met de paplepel is ingegeven. Dus we zijn ook altijd als familie ook altijd actief geweest in allerlei sportverenigingen. En dat zie je bij Regia, dat zie je bij de Visclub. Mm-hmm. Het wordt ook een beetje overdragen van generatie op generatie. En dat wordt wel steeds minder. Omdat mensen natuurlijk ook meer andere activiteiten hebben. Maar desalniettemin denk ik toch dat bepaalde families of vriendengroepen toch aan verenigingen verbonden blijven. En dat is vooral de cultuur van de verenigingen die dat moeten stimuleren. Ja. En wij als overheid denk ik dat we zo weinig mogelijk zeg maar regeltjes op moeten leggen, waardoor het steeds moeilijker wordt om zo'n vereniging te runnen. Dus dan moeten we gewoon heel goed met die verenigingen in goed overleg blijven om te kijken van ja, wat kan nog wel en wat kan nog niet. Ja, ja. Ik kan wel een voorbeeldje geven uit mijn eigen ervaring. Ik was ooit voorzitter van de Altiekvereniging in Venray. En daar hadden wij een kantine. Maar ja, die kantine werd door de atleten, die drinken, die kennen geen derde helft. Dus er werd eigenlijk nooit alcohol verschut en zo. En toch moesten wij een diploma sociale hygiëne hebben om die kantine, die een jaar omzet had, bij wijze van spreken net zoveel als dat de voetbalclub een deur verder op een zondagmiddag draait. Ja, 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 ja. Weet je, en dan denk ik ook, ja, waar zitten we onszelf mee te vermoeien? Met allerlei regels en barrières waar je tegenaan loopt. Dan sta je plank mis. Ja, en dan moet je er maar voor zeggen, ja, dan sluiten we de kantine wel. Dan, bij wijze van spreken, want dat is niet de kerk waar die vereniging op draait. Maar van de andere kant waren er gelukkig ook mensen die dan zeiden, nou ja, dan ga ik dan toch dat diploma sociale hygiëne halen. Ja. Maar ja, daar kun je niet van verwachten dat die iedere dag in die kantine staan. Die alleen maar een functie had als een soort van ontmoetingsplek mee voor glaasje water na de training te drinken en dan weer te gaan. Ja. En bovendien doe je ook weer een beroep op dezelfde mensen. Zeker. Want dat zijn vaak dezelfde mensen die weer voor je klaarstaan. Dus daar moet je wel een beetje voor waken. Ja. Wat ik merk als vereniging, wat de gemeente vooral, niet als taak heeft, maar wel als rol heeft, is gewoon de vereniging perspectief bieden, zeg maar. Toekomst bieden. Als er vanuit de gemeente zeg maar, wordt, kijk, bijvoorbeeld subsidies worden teruggedraaid ieder jaar. En je merkt gewoon dat het dan ieder jaar de steun, de support vanuit de gemeente minder wordt. Dan wordt het voor de club ook steeds moeilijker om vrijwilligers eraan te binden. Want die zeggen dan toch, maar over 4, 5 jaar, 6 jaar, dan is de vereniging er toch niet meer. Zeg maar. Dus als die gemeente daar de goede support uit, zeg maar, dan kun je dat als vereniging ook uitstralen. En dan, dus eigenlijk zeg je dat lokale sporten een hogere prioriteit moeten krijgen in de regio en in het maatschappelijk veld. In ieder geval prioriteit. Ik weet niet, hoger prioriteit als wat, maar in ieder geval wel prioriteit. En want het is wel, de vereniging die is er om de mensen te binden, zeg maar. En je hebt al heel veel individuele sporten en individuele bezigheden, zeg maar, die de mensen tegenwoordig hebben. En ik denk dat het gewoon juist belangrijk is dat de verenigingen ook kunnen binden en die mensen bij elkaar kunnen brengen en houden. Ja. Ik denk dat bij jullie veel meer is dan bij ons. Want ik vermoed dat bij jullie op de algemene ledenvergadering er meer leden aanwezig zijn dan bij ons. Dus De betrokkenheid wat groter is. De betrokkenheid van dus die 6000 vissers is denk ik vele malen kleiner. Omdat ze natuurlijk vanuit een gigantisch groot achterland komen. Als bij Regia. En daardoor is zeg maar,
bij een plaatselijke vereniging, plaatselijke voetbalvereniging, is die dorpsgehechtheid, die gemeenschapszin, ja, is natuurlijk groter dan bij zo'n vereniging. Ja. Want het klinkt natuurlijk heel leuk, 6.000 leden, maar je kent die al die 6.000 leden niet meer. Maar bij Reza kent je waarschijnlijk wel iedereen. En als dan een keer iemand een paar weken er niet is, dan gaat er wel een lichtje branden van hey, die hebben we misschien al lang niet gezien, misschien is er wat aan de hand. Ja. Maar bij 6.000 leden kan dat natuurlijk niet. En ik vind die rol die een vereniging heeft in de samenleving is natuurlijk enorm groot. Kun je ook omdraaien, daardoor kan het ook zijn dat bij Reza misschien de sociale druk veel groter is. Van hey, als je een keer geen zin hebt, ja laat maar wel gaan, want anders beginnen ze weer te knooien en te... Dat kun je dus ook positief uitleggen, omdat je een teamsport bent en dat je als individu wel bijdraagt aan het team. Ja. Hele andere vraag. Wat heb je met, heb je iets met biljarten? Nee, daar heb ik niks mee. Harry? Nee. Huh? Vroeger. Nee, ik heb niks met biljarten. Afgelopen weekend was in cybergeweld het nationale kampioenschappen kunststoten, oftewel biljartartistiek. En wat dat precies is, dat legt de bond even uit. Waarvoor zijn we hier in cybergeweld? Nou, we zijn hier voor de eerste Grand Prix biljartartistiek van het seizoen 24-25. En de eerste van vier Grand Prix. En biljartartistiek? Ja. Wat is het? Het is een heel speciale vorm van biljarten voor technisch vaardige spelers die een aantal voorgeschreven figuren moeten maken. Het staat vast hoe het figuur gemaakt moet worden. Het staat ook vast hoeveel punten elk figuur heeft. Dus een puntenwaardering kan tussen de 5 en de 10 punten verschillen. En wie de meeste punten haalt op het eind, die heeft gewonnen. Het is eigenlijk zo simpel. En dan maken we een ranking op. En na 4 Grand Prix volgt daar het Nederlands kampioenschap eerste klas uit. En de Masters artistiek voor de beste 8 spelers. We kennen allemaal biljarten. Ja. Is dit dan een hele aparte discipline? Ja. Is dit zeg maar de circuskant van een biljart? Of? Ja, zo zou je het kunnen zien. Als je hier op naar wedstrijden gaat kijken, dan is het vaak ook wat luidruchtiger. Dat heb je natuurlijk ook al met driebanden zo. Nee, er gebeurt wat meer. Af en toe worden er hele vreemde capriola uitgehaald door die ballen. Maar circus is het niet. Het is echt wel een serieuze sport. En het vereist ontzettend veel concentratie en heel veel kunde. Is een biljarter die hier aan meedoet ook meteen een goede driebandstoot? Over het algemeen wel. Er zijn een aantal spelers die ook bijvoorbeeld aan de eerste divisie driebanden meedoen, die in dit gezelschap aantreden. En het zijn wel vaardige spelers. Het zijn ook mensen die goed kader kunnen. En die hebben dat vaak in het verleden gedaan, want je verwoest natuurlijk wel je kaderstoot met dat harde spel. Dus je kunt het niet samen doen, dat is niet te combineren. Ik ben hier te gast in cybergeweld. Ja. Wat betekent deze locatie voor de biljartbond? Dit is een belangrijke locatie voor de biljartbond. Als je om je heen zou kijken, dan zie je ook heel wat oorkondes hangen uit dank en waardering voor de organisatie van allerlei kampioenschappen, nationale kampioenschappen op allerlei gebied. Volgende week is er bijvoorbeeld weer een nationaal kampioenschap Libre Groot hier. Dus dan gaan de beste mensen op de grote tafel die het Libre gaan dan hier beoefenen. Dus het is een belangrijke locatie voor de KNVB. En de KNVB is ook heel erg blij dat Siebengewald zich altijd wel openstelt om dit soort dingen te organiseren. En dat doen ze op een buitengewoon goede manier. We zijn als KNVB heel erg tevreden over. Dat is toch wel fantastisch. Hè? Als je ziet wat die mensen met die keur. Moet zeggen, ik zei net dat ik er niks mee had, maar ik vind het wel artistiek heel mooi. Ja. Maar het mooie is dat we toch een Nederlands kampioenschap gewoon in eigen regio hebben. Hè? Dat we ook de faciliteiten bij de Bourbonnen, zie je wel, dat die faciliteit hebben om dat ook als gastheer te verzorgen. Ja. En ook weer volledig gedragen door verwenders. Maar ook weer zo'n relatief kleine vereniging. Ja. Die dan met mannenmacht er tegenaan gaat. Ja. Dus, maar ook dit soort dingen moeten doen om extra inkomsten te kunnen genereren. Wat Patrick ook al zei, je moet op een gegeven moment, als je structurele inkomsten vanuit subsidies en zo en toelaag terugloopt, dan moet je op een andere manier inkomsten gaan genereren. Ja. Zijn je daar ook mee bezig? Ja, we zijn ook echt aan het kijken van, kunnen we meer bieden op een sportpark dan alleen voetbal? Ja, want jullie doen ook al padel. Ja. Hè? Jullie hebben de beachvolleybal velden nu standaard te liggen. Ja, precies. En er wordt ook al één keer per maand wordt er door SAWI, dat is een bootcamp groep, zeg maar, wordt er bij ons op het terrein gebootcamped.
Dus dat, dat brengt ook weer mensen samen, zeg maar. En die, dan krijg je ook weer nieuwe mensen in de kantine die je eigenlijk normaal niet binnenkrijgt, zeg maar. Dus ja, ook dat verbindt weer, zeg maar. Dus dan komt dat Resia toch weer naar voren. Rooms en sportief in alles. Ja, laatste, hè. Laatste, de Roomse misschien wel meer, maar dat in alles, dat is natuurlijk, dat kan veel breder zijn dan alleen voetbal. Ja, want het is nu eigenlijk nog een voetbalvereniging in VV, maar we willen toch kijken of we niet een sportvereniging kunnen worden. Omdat toch meer breder omvattend te hebben. Ja. Hans, heb je al flink getraind? Want ik heb in de wandelgangen gehoord dat de Zeven Heuvelen lopen op het programma staat. Zeker, ik ben volop in voorbereiding op de Zeven Heuvelen lopen. Ik heb mijn wielerfiets heb ik in het vet gezet. En ik ben nu sinds een maand weer actief aan het lopen. De Zeven Heuvelen loop. De Sylvesterloof in Valsdorf staat me voor de deur. En misschien dat ik nog wel de Venlo nog meedoe. De halve marathon van Venlo. En dan gaan we weer fietsen. Dus dat zijn de sportieve ambities voor de komende maanden? Ja. Wat zijn de sportieve ambities van Resia? Nou, in ieder geval gewoon de elftal die we nu hebben. Om dat gewoon lekker aan het voetballen te houden. Het heeft geen zin om met zo'n klein dorp te zeggen van ja, we willen in de A-categorie derde klasse gaan voetballen. Ja. Dat moet je niet willen als club. Dat gaat ook niet, want de spelers die je daarvoor nodig hebt, die vallen toch wel op binnen de club. En die worden dan, in het verleden zie je dat ook, door een volharding of door een witte horst of een venrij, worden die toch wel weggehaald, zeg maar. Ja. Dus ja... Ja, maar als ze die ambitie hebben om hoger te spelen, dan moet je ze ook laten gaan. Ja, dan kun je gewoon als Resia, heb je niet de illusie dat je ze dat kunt bieden. Het zou doodzonde zijn als je die jongens in de club houdt en daar worden ze niet per se gelukkiger van. Nee. Dus we willen eigenlijk gewoon lekker recreatief blijven voetballen en eigenlijk zoveel mogelijk leden aan het voetballen houden. Harry? Wat staat er bij de vissers? Nou, ik had net een verhaal over korte termijn, middellange termijn en lange termijn. Want daar gaan we even naar die lange termijn. De ambitie is om een eigen visvijver te creëren. Net zoals ze dat in Siebergwald hebben. En dan gaat het dus echt om visvangen. En dan, je moet dat een beetje vergelijken met een Engelse commercial. Maar aan de andere kant, we hebben ook in het kader van dat 100 jaar VBG... hebben we een aantal dingen opgezet. Bijvoorbeeld een jeugddag. We willen nog eens een keer de oudjes uit de bejaardenhuizen halen en een dag mee gaan vissen. Want dat is toch een stukje nostalgie. Ik bedoel, ik heb van mijn vader leren vissen. Ik heb nu bij mijn barbecue een foto hangen met opa, met zijn kleinzoon ernaast op twee krukjes. Allebei een hengeltje in de hand. Hetzelfde hengeltje. En dan lekker samen vissen. Dat is eigenlijk wat wij als vereniging ook voorstaan. Dat de jeugd uit de omtrek op een veilige plek kan vissen. Die Maas, dat is op zich wel een prachtige rivier. Maar die is ook zo grillig als maar wat. Onze burgemeester heeft niet voor niks in het voorgesprek al een beetje aangegeven. Ja, dan zijn er toch weer mensen verdronken. En dat zijn van die dingen die we willen voorkomen. Dat betekent ook dat als je bij ons een visbootje hebt liggen, dat ook in de toekomst de regels zullen aangepast worden dat het verplicht moet zijn om een reddingsvest te dragen. Wij zijn daarmee bezig om dit soort verschrikkelijke gebeurtenissen te voorkomen. Dat voorkom je natuurlijk niet helemaal, maar we doen er wel ons stinkende best voor om dat voor elkaar te krijgen. Maar dan wil ik alleen nog heel even weten, je sportieve ambitie. Gewoon heel kort, want wil je een kilo vis vangen? Nee, of wil je meer van twee meter? Nee, dat wil ik niet. Waarom vis ik? Ik zal je vertellen waarom ik vis. Wat ik je vertelde, die vader van mij, die heeft me meegenomen naar de Kuinder Vaart. In de tijd woonden wij aan de Oosteringweg 38 in de Noordoostpolder. Nu zit daar een pretpark of zo, weet ik veel wat. En daar heb ik leren vissen aan de Kuinder Vaart. Dus eerst zwemdiploma, dan vissen. Nou, dus dat zie ik helemaal voor me. En ik heb een hele tijd niet meer gevist.
Ik heb een hele drukke baan gehad en ik zag die dossierkast achter mij maar voller en voller worden. En er kwam niks uit, dus gigantische burn-out. En toen ben ik weer gaan vissen. Ik vis voor de rust, ik vis voor de natuurbeleving, ik geniet van de natuur. Ik kijk om me heen en als ik geen vis vang, dan doe ik de ogen een beetje, knijp ik een beetje met mijn ogen. En dan zit ik heerlijk lekker ontspannen aan de waterkant. En dat is mijn... Ja, ik wil niet zeggen ultieme vismiddag. Of ja, maar... ultieme... wat ik ook heel erg leuk vind is met onze zoon, 's avonds, die bewuste groene tentjes waar de burgemeester wel eens last van heeft en overlast van andere vissers. Maar wij zitten keurig aan de waterkant. Allebei zo'n groen tentje, stetsentje erbij. Twee hengeltjes in het water. Breeklatjes erop. En als je dit en dit ziet doen, dan weet je dat je een visser hebt. Dan loop je even naar die waterkant en dan... Dan haal je met zorg die vis binnen en dan, kijk, en dat is mijn genoegen. Overigens nog een ideetje, heel even, Chris. Ja. Je vertelde van, ik ben dus ooit betrokken geweest bij een idee. Je had vroeger had je urban farming, dat was stadslandbouw. Ja. En toen hebben we het idee gehad om in die urban fishing te doen, dus in die waddies, een bepaalde vissoort kweken die mensen ook konden vangen en dan op konden eten. Ja. En dan stimuleer je dus dat de waddies zeg maar, op een mooie manier gebruikt werden. Dat mensen ook gingen vissen. Ja. Maar ook zeg maar, eigen vis produceren als in de omgeving. Een soort plukbos dan alleen onder water. Een soort plukbos, maar dan urban fishing. Ja. Dus wie weet is dat wel een visclub. Met 6000 leden moet dat lukken. Ja, ze worden hier gewoon aan tafel geboren. En voordat we weten hebben we gewoon over een paar jaar... Urban, in de Maasduinen, urban visplaatsen, wat weer een nieuwe toeristische attractie. Ik ga jullie danken. Patrick, heel veel succes met Regia. Blijf vooral doorgaan en blijf vooral zelfstandig. Dat gun ik de looi. Harry, succes met al je leden. Ja. Van alle pluimage die er aan vis is. En tot er heel veel visplezier. Ik zal dat tegen dat... Burgemeester Steunissen, dank voor uw allesduiding. En ik ga u bedanken voor het kijken. Volgende maand is er weer een nieuwe tafel met nieuwe gasten. En voor deze week bedankt en tot ziens. Maasduinen Centraal. Nieuws uit eigen regio.